Dag kijkers van TDW, welkom bij een hele aparte commentary misschien. Misschien een hele rare en misschien niet een hele onverwachte. Het is vandaag 9-11, oftewel 9-11, 11 september. En wat misschien een aantal van jullie nooit volledig bij stil hebben gestaan en misschien een hele hoop van jullie ook weer wel, is dat 9 september een dag is geweest die voor heel veel mensen een ingrijpende gebeurtenis is geweest. Waarbij er een hele erge terroristische aanslag of aanslagen zijn gepleegd in Amerika die de hele wereld heeft veranderd. Als je nu kijkt naar de foto's, dan zie je wat voor een impact het heeft op het moment als je met een vliegtuig in een wolkenkrabber vliegt en daarmee de hele wereld op zijn kop zet. Een terroristische aanslag die goedgekeurd wordt vanwege een religie of een geloof of een of andere overtuiging die iemand heeft. Waarbij ik niet kan begrijpen dat kan worden goedgekeurd op het moment als jij het leven neemt van zoveel mensen. 9-11 is een gebeurtenis die het leven heeft veranderd van veel mensen. Zoveel mensen die hun geliefde kwijt zijn geraakt. En als ik denk aan het feit hoe de mensen die ik dierbaar heb, hoe ik die zou hebben kunnen verliezen met zoiets, dan zou dat onbegrijpelijk zijn. Dan denk ik, hoe haal je het in je hoofd om zoiets te doen? En nu 12 jaar later, weet ik op de dag van vandaag nog precies waar ik was, wat ik deed, op het moment dat ik het nieuws hoorde dat dit gebeurde. En ik was toen nog een klein, jong broekje van 12. Dan denk ik, ja, waar gaat het heen met de wereld? Ik zie het nog voor me dat ik aan het fietsen was. Ik zat in groep 8 en wij waren net op kamp geweest en we waren aan het fietsen. En naast mij fietste mijn leraar en ik fietste vooraan zoals ik altijd deed. En hij kreeg het telefoontje binnen en hij vertelde het. En als 12-jarige had ik nog nooit van een WTC gehoord, van een World Trade Center, maar ik wist dat het erg was. Aan de manier hoe hij keek, aan de manier hoe hij sprak. Ik had mijn leraar nog nooit zo gezien zoals ik hem toen zag. En toen ik thuis kwam, toen deed ik de deur open en iedereen die zat voor de buis te kijken naar wat er gebeurde. En iedereen was het aan het opslokken op dat moment. Maar hoewel er periodes zijn van rouw en van verdriet om wat er is gebeurd op dat moment, 12 jaar geleden, en hoeveel pijn dat ook deed, kunnen we kijken naar een toekomst dat we mogen opbouwen met elkaar. En het is een heel raar contrast. Het is een heel raar contrast, want je rouwt om het verdriet van het verlies van mensen om je heen, maar je gaat bouwen naar een toekomst. Naar een betere wereld. Hoe ziek deze wereld ook is. Want deze wereld is ziek. Kunnen we kijken naar een betere toekomst. Waarin jij jouw kinderen, als je die eventueel later wilt en zal krijgen, waarin je hun kan opvoeden. Dus is het belangrijk om niet altijd maar bij het verdriet te blijven. 12 jaar geleden is er een ramp gebeurd die iedereen te boven gaat. Iedereen. Iets wat onmenselijk is. Maar het is belangrijk om te denken aan een hoopvolle toekomst. Ook al doet het pijn, ook al ga jij door diepe dingen heen, ook al zie jij het niet meer zitten in jouw leven. Het is belangrijk om te kijken naar een toekomst waarin jij denkt en ziet dat er meer is. Het is een hele rare commentary geworden dit. Maar ik wilde dit al heel lang doen. Ik zag 9-11 zag ik aankomen en ik dacht, ik wil daar een commentary over maken en stilstaan bij het feit wat iets is
geweest, dat het is geweest en dat het nooit meer mag gebeuren. En dat er een toekomst voor je open ligt en jij bepaalt wat er gebeurt. Jij moet ervoor zorgen dat deze wereld niet zieker wordt dan dat deze wereld al is. Jij zorgt ervoor dat het mooi wordt.